Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Visit Denmark. Welkom reisgenoten. Of zoals de Denen zeggen, welkomen reizenkameraden. In deze serie reis ik in 6 afleveringen van het meest noordelijke puntje van Denemarken naar het uiterste zuiden. Denemarken ligt op nog geen 400 kilometer afstand van Nederland en is een ideaal vakantieland voor iedereen. Het is voor mij de eerste keer dat ik door Denemarken reis. En dat doe ik niet alleen. Tijdens mijn verblijf ontvang ik 6 totaal verschillende gasten om met elkaar het veelzijdige en wonderschone Denemarken te ontdekken. We proeven lokale producten en ervaren de Deense gezelligheid, oftewel hygge. Natuurlijk bezoeken we ook Deense highlights, zowel qua natuur als cultuur. Dit is Reisgenoten. Of reisgenoten. Nou ja, reist u mee? Ik blijf nog even lekker hangen hier in Zuid-Jutland. Maar ik ga de streek wel vanuit een iets ander perspectief verkennen. Minder suiker, meer beweging. Mijn reisgenoot vandaag is viervoudig Olympisch kampioen. En ze werd maar liefst 6 keer uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. Dat is nog lang niet alles wat ze gewonnen heeft. Ze is nu onderneemster. Ik stap op de fiets met wielerlegende Leontien van Moorsel. Hallo, 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 Leontien. Hallo. Hi. Ik kom wreed je dromen verstoren, nou, volgens mij. Zeg dat wel. He? Maar hoe mooi is het hier? Ja, te gek, hè? Hey, welkom hier. Welkom in Denemarken. Ja, geweldig. Tof dat je er bent. Ben je hier eerder geweest? Ja, ik ben hier eerder geweest. Echt waar? Ja, ik heb hier een keer het wereldkampioenschap gereden. Niet hier, nee. Denemarken. In Denemarken, ja, Kopenhagen. Oh. En dat was er eentje die je won? Ja, 3 kilometer achtervolging. Ja, ongelooflijk. Want hoe vaak heb jij die gewonnen, die wereldtitel? Heel veel ook. Ik heb 9 wereldtitels in totaal, op verschillende onderdelen. En ik kom je uitnodigen om te gaan fietsen. Ik durf bijna niet. Nee, maar ik heb jouw benen even snel bekeken. Maar volgens mij zit daar ook power in. Ik heb wel spieren in zitten. En kijk, die zijn redelijk onderhouden. Maar hier is over 2 jaar namelijk de Tour. Of de proloog van de Tour is in Denemarken. Ook voor de vrouwen trouwens. Hè? Hoe leuk is dat? Toch? Over 2 jaar? Dat vind ik het beste nieuws. Precies. En wij gaan als 2 vrouwen even een klein stukje van die route gaan we onderzoeken. Gaan we gewoon al uitproberen. En hoe leuk is dat? Ja. Je hebt je fiets bij je, dat komt heel goed uit. Kom op. Let's go. We gaan die kant op. Gaan we die kant op? Nou, want anders eindigen we in zee. Vind ik ook leuk, hoor. Maar dat weet ik niet of dat... Dan pakken we een waterfiets. Of dat is ook niks mis mee, toch? Nee, precies. Ze werd niet voor niets verkozen tot beste Nederlandse renner aller tijden. Leontien van Moorsel. Voor haar fans Tines, Ties of de Joeko van Boekel. Ze won bijvoorbeeld 6 keer een plak op de Olympische Spelen, waarvan 4 goud. En had 12 jaar het werelduurrecord op haar naam staan. En met deze snelste vrouw van Nederland ontdek ik Zuid-Jutland op de fiets. Ja. God, jongens, kijk nou, hier. De zon. Dit is wat we willen. De zon, mooie natuur. Lekker, hè? Hey, en weet je wat wel het verschil is? Nou? Zeg maar hoe dat je nu fietst. En op het moment dat ze hier over 2 jaar de toeretappes gaan rijden en de proloog. Nou? Die renners die zien helemaal niks. Die zijn alleen helemaal niet van nee, die kijken helemaal niet om zich heen. In ieder geval, ik deed dat niet tijdens mijn wielercarrière. Nee. Dus je hebt eigenlijk geen idee waar je bent. Het maakt helemaal niet uit of je in Denemarken of Frankrijk bent eigenlijk. Nee, oh, ja. eigenlijk niet. Ik ben op heel veel plekken geweest en ben ik later nog teruggegaan. En dan denk ik, oh, wat is het hier eigenlijk mooi. Maar dat je dat... Ja. Maar je ging niet het parcours van tevoren ook verkennen? Zoals wij nu doen, zeg maar, zo 2 jaar van tevoren. Maar dan ben je veel meer bezig van... Oh, hier zit een knik in de weg. Of hier gaat helemaal een tijdrit. Hier gaat de bocht naar links. Ja. Moet ik hem zo insturen? Ja, ja, dus dan kijk je niet om je heen. Zoals wij nu om ons heen kijken van... Oh, wat is er hier mooi en bosrijk. Ja. En, ja.
Ja, en als het goed is, gaat hier in 2022 de Tour de France van start. In Zuid-Jutland. Het grenst aan Duitsland en is vanaf Utrecht 6 uur rijden met de auto. En, ik zal een geheim verklappen, het is het ultieme fietsgebied met meer dan 3000 kilometer om lekker door te trappen. Hi, hi. Welkom. Welkom in Jespiezen. Ja, versta je het? Ik denk dat we mogen kiezen. Mogen we Ik kiezen? Ik weet het ook niet. Wil je een hartig of wil je een dessert? Hartig. Hartig, oké. Okay. Eén. Want pandekeeën, melkeling, Oostbeken ook ananas. Ja. Knap, hè? Ja. En, ja. En een pandekeeën, melkeling, ook ost. Wat heb je nou? Een pannenkoek met worst? Dat ga je met worst. Nee, dat zie je wel. Nee, die is voor mij. Naast alle wielersuccessen is Leontien misschien wel het meest trots op het Leontienhuis. Waar jonge mensen met een eetstoornis en hun naasten worden ondersteund. Tijdens haar topsportcarrière heeft ze zelf jarenlang geleden onder een eetstoornis. Die eetstoornis, had het ook te maken met topsport? Ik vroeg me gewoon af of je als topsporter dan ben je bezig met presteren. Er zit ontzettende druk op. Ja. Met controle van dingen. Of je dan ontvankelijker bent voor zoiets. Nou, ik denk, als ik niet aan sport had gedaan, dat het niet op mijn pad was gekomen. Nee, dus dat had voor jou echt daarmee te maken? Ja, het heeft met mij echt, het is echt sportgerelateerd. Ja, want ik dacht dat ik dat nodig had om uiteindelijk de Tour de France te kunnen winnen. Ja. En ik ben in de sport altijd heel gedreven geweest. Mm-hmm. En ik dacht dat ik had al wereldtitels. En ik wilde gewoon meer dan alleen wereldtitels. En ik dacht dat ik dat nodig had om dat je harder... Bent of zo. Ja. Ja, het is natuurlijk ook wel zo, op het moment dat je licht bent, rij je harder bergop. Maar topsport is wel balanceren op een... Ja, op een lijn. En je moet heel gedisciplineerd zijn, maar je moet wel zorgen dat je blijft balanceren op die lijn. Maar ja, hoe heet het? Ik viel er vanaf. Maar zie je het ook, heb je het gezien ook vaker in de topsportwereld bij anderen? Dat ze raar zitten doen met eten? Ik zie het nog steeds. Ja? Ja. Ja, en dat doet mij wel pijn om dat te zien. Omdat ik weet, het is het absoluut niet waard. Nee, je hebt toch, je denkt, je hebt al heel veel mensen om je heen. In de topsport word je ook heel erg begeleid, toch? Door... Ja, maar je moet niet vergeten, je doet aan topsport. En mensen die om je heen staan, die vinden de sportprestatie belangrijker dan de gezondheid van de persoon. Dus zolang je het heel goed doet... Ja, dan laten ze je gewoon doorgaan. Want jij wint de Tour voor Nederland. Ja. En jij wordt wereldkampioen voor Nederland. En dat is niet goed. Dat is eigenlijk verbazingwekkend dat het dus ook nog werkte een hele tijd. Dat je zo won. Ja, dat is... Terwijl je amper at. Terwijl je zelf eigenlijk heel slecht voor jezelf zorgde. Ja, maar je doet dat... Weet je, uiteindelijk voel je wel dat het fysiek steeds slechter met je gaat. Mm-hmm. Maar dat doe je echt op je mentale kracht, doe je dat. En dan moet ik ook wel... Ik heb een heel sterk lijf van huis uit meegekregen. Ja. Gewoon, mijn moeder is echt zo'n heel sterk beertje. Ook nooit ziek. Want anders was ik wel eerder de man met de hamer tegengekomen. Dan hou je dat natuurlijk niet vol als je een zwak lichaam hebt. Dus bij mij heeft dat jaren geduurd... Ja, dat was aan je prestaties niet te merken. Dus daardoor maakten waarschijnlijk mensen om je heen zich minder snel zorgen. Of was dat niet zo? Nee, die hebben wel een beetje de kop in het zand gestoken. Ja, want als ik nu beelden van mezelf terugzie... Ik zag het toen niet, maar als ik nu die beelden zie... Dan denk ik, zeg maar, die mensen die mij hebben begeleid... Die hadden wel moeten zien van dit is niet gezond. Waarom heeft nooit iemand er wat van gezegd dan? Dat vroeg je af toen. Ja, dat vraag ik me nu wel af. Ja. Dat ik echt denk van, ja jongens, dit is niet goed. En ik kan maar één reden verzinnen. En dat is die reden die ik net aangaf. Dat ze dan de sportprestatie toch belangrijker vinden. En dat is gewoon niet goed. Speelt ook een rol, want je hebt je Leontienhuis gaan opzetten. Is er nou één of zijn er meerdere? Waren dan er maar meerdere. Ja, maar er is nu één Leontienhuis. Er is één Leontienhuis in Zevenhuizen, gemeente Zuidplas. Maar ik zou het wel mooi vinden. We hebben veel meer provincies in Nederland. Ja. Als we zeg maar in iedere provincie een Leontienhuis kunnen. Want dat is een huis het zijn meestal meisjes ook, hè? Ja, het zijn meestal meisjes, maar er zijn nu ook wel heel veel jongens die getroffen worden. Okay.
Ja. En die dus, kunnen daar naartoe? Die kunnen naar het Leontienhuis? Of wat? Ja, die kunnen naar het Leontienhuis. Dat is een inloophuis. Maar niet alleen de jongeren die de ziekte hebben, maar ook de ouders. En ook de broers en de zusjes. Want eetstoornis heb je echt met elkaar. Ja. Want als ik nu zie... Weet je, ik was ziek, maar mijn ouders hebben daar ook onder geleden. En mijn zus en mijn broer ook. Dus we helpen ook de verwanten. Ja. Dus dat vinden wij wel heel erg belangrijk. En daarmee onderscheid je je ook van anderen? Ik weet daar niet zoveel van af. Nee, maar ik denk dat wij ons heel erg onderscheiden. Ik ben bij Michael, bij mijn schoonfamilie thuis, ben ik aan de keukentafel geholpen. En ik ben geholpen. Op het moment dat je een psychisch probleem hebt, dan heb je eigenlijk maar één ding nodig. En dat is tijd en heel veel aandacht. En dat heb ik daar in de familie Zijlaat heb ik dat gekregen. En zeg maar, wat ik daar heb gekregen, dat heeft ervoor gezorgd dat ik de Leontien ben geworden die ik nu ben. En dat doen we eigenlijk in het Leontienhuis. En als je nu kijkt in de instellingen in Nederland, tijd kost geld. Dus die tijd is er niet meer. En in het Leontienhuis geven we iedere persoon die binnenkomt, ja, dat is geen nummer. Dat is voor ons echt een persoon. En als die persoon op een dag 3 uur nodig heeft, een luisterend oor, dan krijgt die persoon die 3 uur. En ik denk dat wij daarin wel heel erg onderscheidend zijn. Werk je bij jezelf, dat je heb je toen zo vastgebeten in dat eten, dat je ook makkelijk in iets anders kan verliezen, dat je dat niet kwijtraakt? Dat is in dit geval iets goeds bijvoorbeeld, dat Leontienhuis, zeg ik, maar dat je ook dus wel je grenzen geneigd blijft te overschrijden of niet? Ja, wel, maar ik heb nu wel geleerd van tot zo verder en ik durf het nu ook aan te geven. Vroeger durfde ik het niet aan te geven. Vond ik het heel erg moeilijk, had ik altijd het idee, ik moet de beste zijn, ik moet de sterkste blijven. Maar ja, weet je, dat hoeft niet altijd. Het leven is niet altijd leuk. En dan mag je dat gewoon ook delen. Mag je je breekbaar opstellen. Dus ik heb denk ik wel heel veel geleerd. Zodat ik nu nog wel steeds moeilijke momenten heb. Maar dat heeft ieder mens. Maar ik ga daar wel veel beter mee om. En ik heb ook niet de eetstoornis nodig, zeg maar, om een moeilijk moment te verwerken in mijn leven. Dus ik durf nu wel te zeggen van ja... Ik ben niet voor 100% genezen, maar ik ben voor 200% genezen. Kijk, dit komt er nu aan. En ik vind het heerlijk. Laat maar komen. Oké. Kuling of bacon? Ja. Thank you. Let's go. Oh, kuling. Oh, ost. Zo. Het zijn goede jongens, hè? Dit is een hele grote jongen. Lekker, hè? Is hij goed of niet? De pannenkoeien. Nou, ik vind hem echt super lekker. Ik had nog een klein verrassendje toch voor je, zei ik. Want ik had mijn man aan de telefoon. Die zei, nou, zij zal zich mij niet meer herinneren. Maar vertel haar maar dat ik me haar heel goed herinner. Hij stond namelijk naast jouw ouders in Sydney. Toen jij daar aankwam, toen je na de wegwedstrijd. En zo in de armen van je vader stortte. Oh. Hij had ze leren kennen op de boot en hij heeft dat dus allemaal gefotografeerd. En hij heeft me weer die fotootjes gestuurd. Kijk, nou dit was daarvoor, je vader. Oh, kijk nou. Ja, zo lief. En daarna... Mijn vadertje is er niet meer, hè? Mijn vader is 8 jaar geleden overleden. Ja, maar zo lief. Nou ja, dan is dit helemaal dierbaar. Maar ik moet even kijken. Deze, hier... Deze zal ik jou zeggen, dat ik bijna... Ik heb geen foto's, maar ik heb thuis zeg maar, een ruimte ingericht waar ik fitness, zeg maar. En dan heb ik die foto van papa en mij. Daar kijk ik iedere dag. Ja, maar het is echt iets op hetzelfde moment geknipt. Ja. Mooi, hè? Ja. Fijn geregeld of niet na ons fietstochtje. En kijk hoor.
Oh, die lijken zo mooi. En een glaasje erbij. Het is een hele lekker vlierbloesem. Ik denk na zo'n fietsdag geen alcohol. Op jouw fietstalent. Dit jaar is Leontien 25 jaar getrouwd met haar Michael. Het fietsen nam natuurlijk een belangrijke plek in huize Zeilaert van Moorsel. Maar de laatste 13 jaar staat alles in het teken van hun prachtige dochter, Indy. Indy, lijkt die op jou, jouw dochter? Ja. Ja, ze is wel heel gedreven, maar op een ander vlak. Maar In is wel veel stoerder dan dat ik ooit ben geweest. Ja, nu al. En Indy is 13 jaar. Hmm. En ben jij vooral de opvoeder of doet Michael dat? Nee, ik voed op. Ja? Ik voed op en Michael doet, streng. Nou, ik denk consequent liefdevol. Maar ik ben denk ik ook meer thuis dan Michael. Dus Michael doet vooral gewoon leuke dingen. Met Indy doe ik ook. Mm-hmm. Maar ja, ik moet ook wel gewoon grenzen aangeven. Anders wordt Indy niet, daar wordt ze niet leuker van. Nee. Ik moet maar nu zoals opgeven, nu, nou jij weg bent, even een nachtje. Mag alles. Mag alles. Het is een soort kleine bom ontploft. Ik had ze net even op de FaceTime. Ja. Mama is weg. We mogen mama is, maken. Ja, mama is weg. Ja, dan denk ik, ja, dat is ook, weet je, dat is ook helemaal prima. Weet je, jij weet is, het ook gewoon. Ik weet het. Ze raakt de deur achter me dicht. Ja? Denken ze, nee, yes. We zitten ook echt gewoon een planning te maken voor zichzelf. Ja. Weet je, gaan we lekker filmen. Alle kussens van de bank. Lekker allemaal zooi. Laten we lekker allemaal staan. Dat wij, nou ja, alleen maar leuk, toch? Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je ook heel bewust mee bezig bent om een goed gevoel over zichzelf te geven. Nee, maar dat ben ik. Ja, oh ja, nee, maar dat ben ik. Nee, sowieso, sowieso. Ja. Ik zeg zo vaak, ik hou van je. Je bent goed zoals je bent. Ik vind het belangrijk dat je blij door het leven gaat. Leg de lat niet te hoog voor jezelf. Mm-hmm. Maar dat hebben Michael en ik alle twee wel. Dat wij het gewoon echt gewoon belangrijk vinden. Dat ze, omdat ze al heel erg gedreven is, proberen we haar wel dat het niet fout gaat. We proberen haar wel af te remmen, zeg maar. Ja. Wat is ze bezig? Ja, maar wat is ze, bemoeit ze zich met als jij bezig bent met dat Leontienhuis en zo? Dat weet ze natuurlijk allemaal. Ja, dat weet ze. Dat weet ze. En In is eigenlijk een hele goede coach. Ja? Ja, die gaat af en toe mee naar het Leontienhuis. En dan zegt ze echt tegen die jonge meiden van, ja, maar dan is je leven toch niet leuk? Weet je, eten is toch iets sociaals en dat is heel gezellig. En ik ga vanavond uit eten met papa en mama. En daar geniet ik van. En dat is leuk. En dat hoort bij het leven. Nee, het is echt. Ja, dus het is eigenlijk. In is wel een heel blij kind. Die kan zich ook niet voorstellen. Dat mensen niet eten. En ja, ik vind haar nog te jong om te zeggen, ja, maar Indy, het heeft niet echt, weet je, eten is een ding uiteindelijk dat ze niet eten. Maar er ligt altijd iets achterliggend waarom mensen niet eten. Ja. Nou, dat vind ik best zwaar. Veel te jong. Daar vind ik ze, ja. Zolang zij zo door het leven blijft gaan, omdat ze zegt, eten is sociaal en ik geniet ervan. En mama, begrijp je dat nou? Begrijp je dat nou, dat ze niet eten? Dat kan toch niet? Ik kan nog niet 2 uur zonder eten. Eten is toch lekker? Dan denk ik, nou heerlijk. En dan zie ik zo'n blije gup met een hele mooie glimlach. En dan denk ik, nou het is prima. Maar ik ben wel bang, weet je wel. Dat is wel een ding. Dingen die wij zien in het Leontienhuis, waar kinderen de lat al heel hoog leggen voor zichzelf. En ouders ook nog eens de lat heel hoog leggen voor die kinderen. Ja, ik vind dat wel een ding. Dan denk ik, weet je, observeer je kind. Observeer je kind. En kijk niet waar jij als ouders blij van wordt, maar kijk waar je kind blij van wordt. Ik vind dat, klinkt heel simpel, maar het is blijkbaar niet zo makkelijk. Nee, dat is voor heel veel ouders is dat niet makkelijk. Maar uiteindelijk wil iedere ouder toch hetzelfde. En dat is dat zijn kind toch gewoon gelukkig is. En of dat nu met een universitaire opleiding is of een creatieve opleiding, dat moet niet uitmaken. Maar dat wilden jouw ouders ook natuurlijk voor jou. Ja, dat is zo. Nou, uiteindelijk en toch zagen ze het niet, hè? Dat hebben ze zichzelf dat kwalijk genomen eigenlijk. Natuurlijk, als jouw vader, dan wil je toch je kind beschermen voor alles. En ja, ik denk wel dat ze zich. Ja, ik denk wel, ja, weet je, anders zit er natuurlijk ook niet zoveel emotie. Maar dan denk ik van. En ze konden je niet helpen. Ze konden je niet. Dus dan denk ik van ja. Niet iedere ouder kan er natuurlijk iets aan doen. En ik heb nu alle ervaring. Dus al die ervaring, die kan ik toepassen binnen ons gezin. Dus dat is toch wel anders. Ik denk als mijn ouders
zoveel hadden geweten als dat ik nu weet, dan waren ze er ook heel anders mee omgegaan. Dan hadden ze gezegd, nou, die Tour kan me lekker gestolen worden. Ja. En ik dacht dat ik mijn ouders blij maakte om de Tour te winnen. En zij dachten dat ze jou blij maakten waarschijnlijk door je dit te laten doen, of niet? Dat ze gewoon... Nou ja, maar ik heb ook altijd... Niet streng genoeg durfde te zijn voor je misschien wel. Nee, mijn ouders waren niet streng genoeg voor de eetstoornis. Nee. Nee, absoluut niet. Die hadden gewoon strenger moeten zijn. Maar dat wil ik eigenlijk tegen ieder ouder zeggen. Die een kind hebben met een eetprobleem. Ben liefdevol voor je kind. En ben consequent voor die eetstoornis. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Ja. Dat is echt heel moeilijk. En probeer ook je eigen kind te blijven zien. Want op het moment dat de eetstoornis aanwezig is, dan zie je een heel ander kind. Ja, lastig. Door. Ja, het is een hele lastige. Dus ik hoop dat Indy zo in het leven blijft staan zoals ze nu in het leven staat. Gewoon als een blij ei. Heb je weer zin in bubbeltjes? Zet hem maar weer aan, hoor. Heb je het koud? Ik word wel een beetje krijgen van zo'n oud velletje. Nou, dat had ik ook. Kijk eens. Nou, dan weten we ook dat we er over 20 jaar uitzien, toch? Heel oud, Onze fietstocht eindigt in Sunneborg. Dit plaatsje bloeide op rond de burcht van Sunneborg, die in het midden van de 12e eeuw gebouwd werd als verdedigingswerk tegen aanvallen van de Venden uit het zuiden. Kijk, zo mooi! Oh, dit is ook te gek, ja, onder die boom. Maar ja, we komen niet voor de burcht, maar wel voor iets heel bijzonders wat Leontien na aan het hart ligt. Kijk, dit is niet zomaar een boompje. Nee? Hij wordt veel groter nog. Dit is de eik van de vrouwen. Nou, hoe mooi is dat? Ja, en deze steen, ja, je ziet hier gigantische grote stenen liggen. Dit is nog ook een beetje bescheiden, maar het is wel een steen. Die hebben vrouwengroepen, een stuk of 8, hier in 2015 neergelegd. Want toen was het 100 jaar hier vrouwenkiesrecht. Zij waren eerder dan Nederland, hè? 4 jaar echt, eerder waar? Met vrouwenkiesrecht. Ja, ik vind het bijzonder. Nou, ik vind het ook heel bijzonder. Wat ben jij een feminist? Noem je jezelf feministe? Nou, ik ben wel voor gelijkwaardigheid. En vooral als ik dan kijk naar hetgeen waar ik mee bezig ben. Ja, met vrouwen, de wielersport. Ja, vrouwen. Ja. Weet je, het mannenwielrennen. De vrouwen blijven daar toch achter. En dat doet mij pijn. Ik zie toch bij een Nederlands kampioenschap in de krant zie ik een fotootje van de winnares bij de vrouwen. Maar echt een hele pagina van de bij mannen. De mannen. Dat is toch ook weer een verschil. Ja, ja. En dat is al jaren is dat zo. En ja. Het wordt wel steeds serieuzer genomen en professioneler genomen. Maar het is nog steeds niet gelijkwaardig. Maar speel jij daar een rol in? Ja, ik ben koersdirectrice van de Amstel Gold Race. En ik ben heel erg aan het vechten voor zeg maar, bijvoorbeeld het prijzengeld van de mannen. Ja. Op het moment dat een mannelijke collega daar wint, die verdient 17.000 euro. Zo. En een vrouw, die verdient 1.700 euro. Hè? Ja. Dus dat gat is echt gigantisch. Het is een bloody shame. Ja. En nu hebben wij het al verdubbeld. De organisatie van de Amstel Gold Race heeft het al verdubbeld. Maar ja, het is 3.400. Dat is nog in verhouding tot 17.000 niks. Nee. Dus ik wil blijven vechten. Ja. En ik denk niet dat we het helemaal gelijkwaardig krijgen. Maar ja, ik ben wel een strever. Dus... En die Tour missen bij de mannen, wat vind je daarvan op het podium? Zo'n... mooie mevrouw die dan de boel komt... Nou, ik werd dus 4 jaar geleden, mocht ik mee gaan denken. En toen zei ik, weet je, waarom die missen voor die mannen? En de vrouwen dan? En toen heeft de Amstel Gold Race gezegd, nou, dan gaan we mannen scouten. En uiteindelijk hadden we ronde boys, zeg maar. Oh, echt waar? Dus ja, heb ik even gemist. Voor de vrouwen. Okay, dus allemaal van die kleine dingen. Ploegenvoorstelling. Vroeger, toen ik de Amstel Gold Race reed, werden wij, zeg maar, niet alleen bij de Amstel Gold Race, maar bij alle World Tour wedstrijden, werden wij meestal voorgesteld ergens achteraf op een plein. En nu is het gelijkwaardig. Een mannenploeg en een vrouwenploeg. Gewoon gelijktijdig. Ja, dus het gaat met kleine steentjes, met kleine stapjes. Ja, maar uiteindelijk hoop ik dat hier een hele grote steen komt te liggen. Die boom, de eik van de vrouwen, die groeit door gewoon. Ja. Die wordt steeds groter. Zullen wij wat gaan drinken? Zo. Wat ergens denk je uit van, de wind. Wat denk je van warme chocomel met slagroom? Kom op.
lekker wat warms. Ja, lekker hè? We zijn al bijna aan het einde van ons tochtje. Zit ik hier met de liefste topsportster aller tijden. Zo word je echt genoemd, weet je dat? Ja, nou ja. Een rare combi eigenlijk. Of niet? Ja, vind je het een rare combi? Ja, het is misschien wel een beetje een rare combi. Weet je, het is toch een individuele sport, wielrennen. En daar moet je hard voor zijn. En met de ellebogen. Een beetje met de ellebogen. Dat heb ik ook altijd gedaan tijdens mijn sportcarrière. Maar daarnaast ben ik denk ik gewoon wel een sociaal mens. Ja, nou je hebt heel snel natuurlijk na die topsportcarrière ben je onderneemster geworden. Wat is nu nog je missie als je kijkt gewoon naar de nabije toekomst? Wat wil je bereiken? Mijn missie is om in de toekomst vanuit het Leontienehuis nog heel veel gezinnen te helpen. Gezinnen die een kind hebben met anorexia of bulimia. Ja. En dat het Leontienehuis over 5 jaar ook nog gewoon dat het kan blijven bestaan. Dat is een missie. En ik wil gewoon veel meer mensen in beweging krijgen. En gelijkwaardigheid in de wielersport. Ja, tussen mannen en vrouwen. Ja, tussen mannen en vrouwen. Hoe mooi zou dat zijn? Ja. Je rust niet voordat dat meer gelijkwaardig is. Dus ik... Er is nog een lekkere strijd te voeren dus. Ja, absoluut. Nou, op de strijd, hè, dat hij maar mag slagen. Ja. Zowel voor de vrouwen als voor het Leontienehuis. Zo is dat. En op de mooie dag die we samen hebben beleefd. Zeker weten. Hoewel, er komt nu een hele donkere lucht aan. Beetjes intrekken toch, denk ik. Nou, baby. Het gaat goed. Zo. Ik krijg daar een touw om mijn nek. Moe, maar voldaan van deze waardevolle fietstocht. Volgende week in de 5e aflevering van Reisgenoten ga ik mijn kennis over Deens design bijspijkeren met iemand die er alles over weet. Maar ik heb nog wat verrassingen voor hem in petto. Die wat je er verliefd uit zegt over, hè? Zo pas. Nou, die heeft het ook nooit veel voorgesteld. Ja. Tot volgende week. Bij de hand. Hoppa. Oh god, jeetje, help. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Visit Denmark.